Een zeer goedemorgen, u kijkt naar het RTL-ontbijtnieuws. We beginnen met de problemen bij ProRail. Want staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu staat een loodzware dag te wachten. Ze weigerde de Kamer Openheid over de problemen bij ProRail te geven, maar nu liggen de stukken op straat. De Telegraaf kreeg al inzage in de geheime stukken en zette ze vannacht online. Financiële medewerkers zouden onnauwkeurig en inconsistent werken en zelfs fraude wordt niet uitgesloten, schrijft de krant. De oppositiepartijen waren al woest omdat Mansveld in hun ogen te weinig informatie over de problemen bij ProRail naar de Kamer heeft gestuurd. Het is een ondermijning van het functioneren van de Kamer. Want op het moment dat wij om informatie vragen, dan horen we die ook te krijgen. Mansveld zegt dat de Kamer altijd alle onderzoek heeft gekregen zodra ze naar buiten konden. Vandaag moet blijken of dat ook daadwerkelijk zo is. De staatssecretaris mag de Kamer in ieder geval uitleggen hoe zij de problemen bij ProRail wil oplossen. Ze zal vrijwel zeker een motie van wantrouwen aan haar boek krijgen.